Oh, dat had ik niet eens gezien, joh. Stout, Spanner. Dat was jij. Stout! Nee, dat was die Spanner. Er zitten niet genoeg toortjes hier. Ik heb de vorige kerstvervanger gekeken. En daar is Marietje aardig vaak dood gegaan. Oh, jezus, ik schrik me. Vlieg tot zover de zee reikt naar het zuiden, waar de zon en het water samenkomen. Het is zo ver. En waar ga ik nou uitkomen? Ik heb... Dit meen je niet. Eindelijk! Wat? Wat is dit nou weer? Kijk nou! Ik zie opeens een toren en een eiland en... Wat? Schepen? Nee, dit kan niet van Maisha zijn. Waar ben ik gekomen? Ik zie... Een dorpje? Wat? Oh my god, jongens. Ik denk dat ik heb gevonden waar Maisha heen is gegaan. Maar wat is deze plek? Kijk naar al deze dingen en die zwarte... De zwarte zeilen. Wat is het voor raar iets? Nou, ik ga gewoon het land op. Ik ga kijken of ik iets op dit eiland kan vinden. Een soort van sporen voor Maisha of iets anders. Want dit is... Volgens mij is dit het gewoon. Oh, oké, ik ben hier. Even kijken. Ik ga uitstappen. Goed parkeren. Oh, natuurlijk in het zand. Hé. Hey. Huh? Hey. Babe. Je bent er. Ja, ik heb je eindelijk gevonden. Oké, kom. Wacht. Wat is er? We moeten gaan. Snel, kom. Kom mee. Kom. Wat is er dan? Maar waarom wil je opeens gaan? Ik heb je net gezien. Ik zag hier net iemand. We moeten hier weg. Je zag hier iemand? Hoe bedoel je dan? Kom! Ik zie hier niemand. Alsjeblieft, kom met me mee, vertrouw me. Oh my god, ik zie hem! Wat, wie? Oh shit! Wie is dat? Kom! Wie? Maar, huh? Oh my god. Ik leg het je straks uit, oké? Nee. Ik weet ook niet precies wie het is, maar oh kom. My god, wij gingen eindelijk een rustige, lekkere survival op een tropisch eiland hebben. We gaan me niet vertellen. Oh my god. Je gaat me niet vertellen dat er weer iets misgaat. Waarom altijd als wij een survival doen? Oh my god. Waar ga je heen? Ik weet niet waar we heen moeten. Okay, waar, we hoe kunnen we... Stop. Oh, hij loopt langs. Ja? Weet je het zeker? Ja, hij loopt door. Oh my god, babe. Ik dacht, wij gaan eindelijk rustig doen. Waar ben je? Oh my god. Oh, ik leg het je zo meteen allemaal uit, oké? Oh, waar breng je me heen? Kom, we gaan naar... Ik zag hier misschien een veilig plekje. We moeten echt ervoor zorgen dat die gast ons niet meer ziet. Oh my god, waar zijn we? Wat is dit? Lijkt net een dorpje. Heb jij hier geleefd? Nou, ik ben hier wel een tijdje geweest, maar wacht, hier. Misschien kan zij ons meer vertellen. Oh, is dit een vriendin van je? Ja. Oké, hoe heet ze? Is ze verkouden of zo? Haxiu! Oké, nou laten we kijken wat Haxiu heeft te vertellen. Oh, doe jij de stem of doe ik de stem? Jij. Ik doe de stem wel. Een vrouwenstem. Oh, geweldig! Je bent er eindelijk! Maisha heeft zoveel over je verteld. Ik ben zo blij om jou te zien. Het liefst zou ik je nu goed willen leren kennen. Wat betekent dat, Xiu? Maar helaas is daar geen tijd voor. Zoals je hebt gezien, zijn er al piraten op de stranden. En ze komen steeds dichterbij. We zijn hier niet meer veilig en moeten verhuizen naar de tempel. Zouden jullie met de guard bij de tempel in het zuidoosten vanaf hier kunnen praten? Onder de tiki-totem in het dorpje rechts van mij heb ik 2 armorsetjes voor jullie bewaard. Jullie kunnen deze gebruiken om tijdens jullie tocht naar de tempel veilig te zijn. Alvast heel erg bedankt en pas op voor de piraten. En wees voorzichtig. Oh, jeetje. Gezondheid alvast. Oh, jongens, we zijn weer begonnen met een nieuwe freaking survival. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, want we zitten hier op een eiland. Willen we hier zitten, babe? Nee, ik heb het idee van niet. We hebben een super fun avontuur voor jullie klaarstaan. En hey, als jullie zin hebben om deze survival weer te kijken, smash dat duimpje keihard omhoog. Laat even zien hoe erg bazen jullie zijn en hoe erg zin jullie hebben in deze survival. Want hij komt om de dag, komt hij online. Om de dag koop... Wat ga jij nou, zalm?
wat te eten. Oh, ik heb een beetje gevist hier op het eiland. Ik wil net zeggen, je gooit gewoon de zand tegen me over. Nou jongens, om de dag komt er dus een nieuwe aflevering om 5 uur online. Ik hoop dat jullie zin hebben. Abonneer dus, doe dat belletje aan. En dan gaan wij dit eiland ontdekken. Want ik heb het idee dat er wel heel veel te ontdekken is op dit eiland. Want jij bent ik heb nog niet heel veel gezien. Maar ik ben hier een beetje geweest. Je hebt hier een hele mooie totempaal. Maar verder weet ik dat hier achter dus een tempel is. Ja. Maar verder heb ik nog niet heel veel gezien. Dus laten we dat samen ontdekken. Ja, jij bent hier gewoon met Xu geweest. Yes. Met Haxu. Ik vind het wel een naam hoor. Mijn nieuwe vriendin. Ja, het klinkt niet echt... Ja, hoe zeg je dat? Westers? Ze ziet er ook niet uit. Nee, het is een beetje exotisch. Want ik weet ook niet waar we zijn. Weet jij waar in de wereld? Of ben je ook maar gewoon een kant op? Geen idee. Oh my god. Oké, weet je wat? We gaan gewoon op ontdekking. Ik denk dat dat het beste is wat we kunnen doen. Want wat zei ze ook alweer? We moesten richting... Of kijk, de tempel was richting Zuidoosten. Ja, en onder de tiki-totem in het dorpje rechts van mij heb ik tussen twee... Heb ik twee armorsetjes in het dorpje rechts van mij. Onder de tiki-totem. Oké. Is dat deze? Ik hoop het. Ben jij weer met haar gaan praten? Zegt ze altijd hetzelfde? Oké, dit lijkt op een tiki-totem, maar ik zie geen armorsetjes. Waar ben jij bij? Okay, oh, daar. Twee armorsetjes. Jullie kunnen deze gebruiken. Oké, waar zijn die? Is dat hier? Moet ik hierop klikken of zo? Oeh, wat is dit? Ik weet het niet. Is dit een tiki-totem? Oh, dit is een huisje. Het lijkt wel op een... Maar hoe eronder? Moeten we... Wacht even, ik ga even via de zijkant. Ik zal even te kijken. Of moeten we graven? Nee, ook niet. Ik denk het wel. Niet? Nee. Ja, ze zegt onder de tiki-totem. Dit is denk ik... Of is het misschien die ander die we eerder zagen? Even kijken hoor. Oh nee, het zit wel begraven. Ik heb het gevonden. Ja, hij zit eronder. Oh, waar? Ja, onder de tiki-totem. Oké, op zich wel logisch. Kijken. Oeh. Oh, hier. We hebben gear. Eindelijk. Ja? Oké, welke wil jij? Ik denk dat jij het Iron Chestplate nodig hebt, want jij gaat eerst dood dan ik. Nee. Jij ik ga deze survival ga ik mijn best doen om echt niet dood te gaan. Oké. Dus jij pakt het betere zwart. Het wordt een interessante survival. Komt goed. We gaan het gewoon doen. Gaan we meteen naar de tempel of niet? Of willen we eerst wat... We moeten wel een huisje maken of zo. Ja, hier is wel een huisje. Maar waar is die piraat heen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoeveel er zijn. Heb jij meerdere mensen gezien? Leverden in dat dorp mensen? Ja, dat sowieso. En ik zag ook steeds schepen voorbij komen met ook piraten. Dat wordt wat. Oké. Dus er zijn heel veel piraten hier. Ja. Yep. Maar... Dus ik denk wel dat we een veilige thuisbasis moeten hebben waar we ons een beetje kunnen beschermen. Ja, want ze zeggen ook... Of Xiu zei ook, er komen piraten en ze komen steeds dichterbij. Maar waarom zijn die piraten dan hier? Misschien willen ze het dorp overnemen. Het is natuurlijk wel een heel mooi stukje eiland. Het is wel mooi, maar misschien is er ook iets op dit eiland dat ze zoeken? Heb jij iets abnormaals gezien of zo? Eigenlijk nog niet, maar ik heb ook nog niet heel veel van het eiland gezien. Nee, precies. Ik ben wel benieuwd. Want ook... Oh nee, ze had het over een tempel. Waarom hebben ze tempels? Waarom staan hier tempels? I don't know. Nou, we gaan gewoon lekker op zoek. Oh, ik zie daar ook een... Hey, kijk hier. Wat is hier? Hier rechts. Waar ben je? Ik ben je weer kwijt. Oh. ik laat jou 1 seconde alleen. En je vaart gewoon helemaal naar een ander eiland. En nu ben ik je weer kwijt. Ik wil je niet nog een keer kwijt zijn. Check. Oh, hallo. Die had ik niet gezien. Check. Oké, wacht. We gaan erheen. Let's go. Denk ik. Oh, is dat vet. Veilig? Zit hier ook een... Oh, papagaaitje! Kijk nou! Geen idee of het veilig is. Vast niet. Nee, dat vond ik ook haast niet. Maar we gaan gewoon op... Oh, kunnen we die temmen? Ja, volgens mij heb je niet... Hallo? Had je cookies nodig of zaad of iets anders? Oh, die heb ik helaas niet. Ik weet het ook niet meer. Oh nee, niet er vandoor gaan. Tot volgende keer. Nou, we gaan op een gegeven moment gaan we wel een huisje maken. Want het is tenslotte een survival, laten we eerlijk zijn. En dan gaan we... dan gaan we wel vogeltjes houden, toch? Ja. Ik denk alleen niet dat we hier zoveel kunnen doen, want er zit een beetje ijzer voor de deur. Dus ik... Hey. Hallo. Hallo. Even kijken. Wacht, jullie zijn geen piraten, toch?
Oh nee, gelukkig, ik zie het al. Jullie hebben geen ooglapjes, dus jullie kunnen geen piraten zijn. Dat is wel een beetje een logische redenatie. Hey, Maya-tempel. Wat brengt jullie eigenlijk naar deze Maya-tempel? Oké, we zijn dus bij de Maya's, denk ik. Oké, maar om naar binnen te kunnen hebben jullie een sleutel nodig die jullie kunnen vinden in de mijn dicht bij het dorpje van de Maya's. Oh, en jullie moeten 36 gold ingots betalen aan de baas van deze tempel. Succes! Ik heb gehoord dat enge beesten zich schuil houden in de mine. Oh jee. Oké. Dames en heren, zet uw geld in. Wanneer gaat Maïsha voor het eerst dood? Oh, nee. Is het aflevering 1 of aflevering 2? Nee. Grapje, schatje, ik hou van je. Ja. Oké, maar wacht, we hebben dus een sleutel nodig. En ook 36 gold ingots. Ja, die moeten we betalen aan de baas van deze tempel. Oké. Waarom wil deze baas nou weer 36... Oh, baas? Zei je daar... Baas? Zei je daar... baas merchandise, dames en heren, nu in de freaking webshop? Yes! Yo, daar had ik niet over nagedacht. Dat kwam spontaan. Ja, natuurlijk. Vergeet hem niet te scoren, basis. Yo, laten we op zoek gaan dan, I guess. Oké, maar wacht. We moeten dus naar de mijn toe. De mijn in het dorpje van de Maya's. Dus ik denk dat was waar we net waren. Oké. Oh. Ben ik hem alweer kwijt? Waar ben je nou? Hier. Hallo. Hier. Daar. Hoe kan je nou echt telkens met een seconde kwijt zijn? Ik ben ernaast gevallen. Oh jee. Oké, ik ben er weer. Let's go. Oh. Wat wil je allemaal deze survival gaan doen? Want ja, ik kreeg de vraag van mensen, hoe lang gaat deze survival door? Nou, ja. Dat is altijd een beetje zo'n YouTube-vraag. Dat ligt er helemaal aan hoe lang en leuk jullie het blijven vinden. Ik bedoel, ja, als een serie leuk wordt ontvangen en iedereen vindt het tof, dan gaan we natuurlijk veel meer afleveringen maken. Dus ik ga gewoon een beetje kijken naar hoe wordt het ontvangen door iedereen. En vinden jullie het leuk? Oh ja, hier zit wel goud. Letterlijk. Ja. Letterlijk goud. Oké. Maar we hebben dus nog geen einddatum voor de serie. We gaan het gewoon een beetje aankijken hoe jullie het vinden, hoe wij het vinden. En of we niet al meteen doodgaan. Want we gaan een mijn met allemaal dode mijnen zijn. Dat wordt hartstikke spannend. Is dat hier? Ik denk het wel. Wow. Oh jee, babe. Oh jee. Oh, dit heb ik nog niet eerder gezien. Nee, ik zie ook wel dat je dit over het oog kan zien. Of tenminste, zo'n gigantisch gat in de grond. Kan jij bij de ladder? Oh, ik heb echt gevoel... Maar moeten we niet een beetje hout eerst hebben om pickaxes te maken en zo? Oh, dat is wel een hele goeie eigenlijk, ja. Want anders kunnen we niks minen. Ja, goed punt. Het eerste crafting van de serie. Oh yeah. Heb je het een beetje gemist, babe? Ja, echt. Ik heb het echt al een tijdje niet gedaan. Dus ik vind het echt heel erg leuk om weer te beginnen. Ik vind het ook leuk. Lekker gewoon weer survivalen. Heerlijk. Zo, oh crap, ik heb net te weinig. Maak jij een tafel? Een tafel? Oh ja, ik heb er al een staan. Oh. Er staat hier eentje bij het gat. Got it. Bij het gappende gat. Maar we moesten goud voor hem hakken, toch? Want hier... Hij wil golden ingots. Ja, hier ligt al goud. Dus op zich, als we dat al hakken, dan zijn we eigenlijk al een heel eind op weg. Oké. En dan kunnen we kijken ook wat er in die tempel is. Want als iemand zo'n tempel heeft gebouwd en dat die zelfs wordt bewaakt door iemand, dan moet er toch wel iets interessants in zitten, lijkt me. Dat lijkt me ook, ja. Oeh, achievements! Oh, gaan we die deze serie wel halen? Want vorige keer moesten we met kerst stoppen, maar nu kunnen we doorgaan. Oh, dat lijkt me cool. Gaan we gewoon alle achievements halen? Dat heb ik dan sowieso nog nooit gehaald allemaal. Nee? Nee. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het ook niet. Even kijken. Wat moeten we allemaal hebben? Nou, ik maak sowieso een stone pickaxe. Zo. Oh ja, anders kunnen we natuurlijk ook het gold niet hakken. Precies. Getting an upgrade. Tenminste, of heb je er iron voor nodig? Ik ga even kijken. Ik ga denk ik eerst gewoon iron hakken, want we hebben sowieso een iron pickaxe nodig. Ja, ik ga even door met de kool. Is kool? Is kool. Zo. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ook. Ik hoop alleen niet dat er te veel monsters zitten zo vroeg in de survival. Ik ook niet. Dan moet je toch altijd een beetje rustig opbouwen voor mijn gevoel. Ik wil nog niet de eerste aflevering dood. Is dat je doel? Deze serie?
Ja, ik denk het wel. Niet de allereerste aflevering. Right. Komt goed, babe. Ik ben bij je. Ik ga je helpen. Al was het ook niet in de vorige. Nee, dat is waar. Het was aflevering 4 of zo? Oh, dat weet ik niet meer. Ik weet het ook niet. Het viel wel mee, inderdaad. Zo, ik heb ook even een ex gehackt. Ik heb hier bijna al het kool. Very nice. Heb je al een oventje? Nee. Die moeten we inderdaad even hakken met steen. Zo. Oké. Dan kunnen we daar ook meteen de iron ingots in doen. En dan kunnen we... Nee, maar we moeten ingots geven, toch? Ja, maar gold ingots moesten we aan hem geven. Mhm. Dus... Maar je wilt er... Oh, sorry, je wilt er iron erin doen. Ja. Dan kunnen we dan het gold gaan hakken. Of heb je al gold gehakt? Ik heb nog geen gold. Heb jij steen voor mij? Nee. Oh. Dan hak ik hier nog één. Volgens mij heb ik dan net precies genoeg. Ja, heb je niet nog wat nodig? Nope. Ik heb het allemaal. Zo. Okay. Furnace. En daar doen we de kool in. En de iron ores. We gaan goed. Yay. We gaan lekker. We gaan los. Let's go to the temple. Maar gaan we hier voldoende aan hebben? Zijn dit al 36 ingots? Nee. Eén gold is één ingot. Dus ik hoop überhaupt dat er... Oh. Daar beneden wat goud verborgen ligt of zo. Oh, jeetje. Maar ja, als er piraten zijn, dan moet er toch ook wel goud zijn? Ja, dat denk ik ook, want dan zijn er geen piraten. Ja, daarom. Volgens mij worden die aangetrokken tot goud. Misschien heeft dat ook te maken met de reden dat ze hier zijn. Maya's staan ook bekend om hun Maya-goud. Dus wie weet willen ze wel gewoon dikke cash money. Dat is ook wel een eiland voor jou dan. Ja, met cash money. Zo, ik heb het iron. Oké. Okay. Nee, je hebt het gold ook, toch? Oh ja, ik heb het gold, bedoel ik. Ik denk dat ik wel even een iron swordje maak. Dat is op zich wel handig om te hebben. Dat jij niet de enige bent met een iron sword. Yes. Zo. En zullen we dan naar beneden? Let's go. Wel torches maken, denk ik. Oeh, goeie. Ja. Hier heb je nog wat stickies. Stickies. En het wordt ook volgens mij net avond, of niet? Oh nee, het wordt helemaal niet avond. Ik zeg weer rare dingen. Zo, dan geef ik de helft van de torches aan jou. Oké. En dan leg ik de gold in. Ik denk dat het tijd is om naar beneden te gaan, want het is ondertussen donker geworden. Oh jee, durf je het aan? Ja, toch? ik hoop het. Oh my god, ik zie al iets beneden. Wat zit daar? Wat is dat voor beest? Oh. Ik ken dat beest helemaal niet. Zie je dat? Oh, inderdaad. Weet je waar ik me aan doet denken? Nou? Zo'n Pokémon, hoe heet die nou? Die Piramichiwiwu? Tiramichu? Pikachu? Ik weet het niet. Nee, dat is ook zo'n raar paars beestje. Ik weet het niet, babe. Zullen we naar beneden gaan? Oké, hoe gaan we dat doen? Oh jee. Zo, ik ga wel eerst. Ik ga... Oh nee. Oh my god, ik viel naar beneden. Weet je nog dat we... Wat wil het beest mij? In de mijn gingen in de vorige survival. En dat ik toen tussen die mobs inviel. Yep. Dat was de eerste keer dat ik dood ging, toch? Ik denk het, ja. Oké, kom, we gaan tegelijk. Oh, ik val er. Oké. Oh my god. Sla die beesten. Heb je hem neer? Ik heb een zombie neer. Lekker. Oh shit, nog meer. Komt er nog piraten. Een? Oh my god, ze zitten hier beneden. Oké. Dit zijn er echt veel. Dit zijn er heel veel. Maakt niet uit. We hebben 1, 2, yes. Oké, spanner. Let's go. Oh shit, er zijn hier weer beesten. Ik ga de andere spanner zoeken. Hier zit nog een spanner, is ook dicht. Ik probeer die kleine beestjes te pakken. Oh, ze zijn echt cute. Nee, ze zijn niet cute. Ze zijn maar ze doen wel pijn. Oh my god. Wow, maar het is wel een rijkelijk gevulde mijn, hè? Oh. Oké. Oh, het ziet er mooi uit. Echt? Oh, wacht, hier nog een spanner. Oké, wacht, ik gooi hem meteen dicht. Ik kom eraan. Is dat? Oh. Oké. Rustig. Oh shit. Wil je lukken? Got this. Stop gewoon allemaal torches. Nu kunnen ze niet meer spannen. Ja, ik neem het goud mee. We gaan het goud pakken en we gaan naar die tempel. Want ik vertrouw dit allemaal voor geen meter meer, al die beesten en piraten. Heb je nu voldoende? Nee. Ik ben net begonnen met hakken. Oké. Hoeveel heb je er? Ik heb er nu 10. Oh, dan moeten we nog even aan de bak. Oh my god, diamonds! Waar? Hier! Maar wel achter een hek. No way!
Oh, dat had ik niet eens gezien, joh. Stout, Spanner. Dat was jij! Stout! Nee, dat was die Spanner. Er zitten niet genoeg toortjes. Hier, ik doe nog een toortje. Zo. Ik heb het gefixt, babe. Ik was bijna dood. Echt? Ja. Oh my god, wow. Ik hoorde iets. Ik hoorde sowieso weer te iets. Ja, ik hakte dit weg. En nu ging er... Oh, ik hoorde deze echt iets. Deze gravel ging ervoor. Wat de heck? Oh, er zit hier tripwire. Oh, nee. Oh my god. Oh shit, achter ons, achter ons. Oh, waar komt die vandaan? Uit de lucht? Wat de heck? Oh nee. Oh, misschien nee. Moeten we eerst even alles clearen of zo. Ja, oké, okay, die tripwire. Waarom zit die tripwire hier? Oh, dit is echt is dit goed. Wel veilig om te gaan pakken allemaal? Ik heb echt geen idee. Ik denk het niet. Ik denk die staat er zo... Ja? Ja, gaan we het niet pakken? Chill. Er staat wel ook een minecart bij. Oké, okay, ik ga gewoon kijken. Laten we eerst die tripwire kapot maken. Oh. Ja. Oké, okay, de tripwire is weg. Oké. Okay. Zit hier lava? En een karretje. Is die kar... Pas op met die kar openen, niet doen. Ik vertrouw het karretje niet. Oké, okay, ik maak anders dan laten we die gewoon. Dan pakken we eerst okay, de sleutel. Oh, sleutel! Sleutel? Dat is wat we zochten. Oh, ja. Oh zit my god. Daarin? Ja, ik dacht echt, ik ga rennen. Oké, okay, maar we hebben de sleutel. Very nice. Laten we ook de diamonds pakken. Is beetje... dat veilig? Ja, ik doe deze weg. Hupsakee, doei. Oh, die chest was wel handig geweest om mee te nemen. Oké, okay, yes, we hebben onze diamonds. Uit. Nice. Wacht, ik ga proberen die lava te dichten. Ja, zorg dat die niet op mij komt. It's working. It's working. Neem jij de chest mee van de... Ik neem hem mee. Dus ik chill. Hak hem. Hak, hak. Hey, chest en een kaart. Hupsakee. Relax. Zullen we ook gewoon deze tracks meenemen? Ja, dan kunnen we wel een leuk soort van treintje maken of ja, zo. Ja, precies. Hupsakee. Good stuff is happening. Ja, dit gaat tot nu toe best goed eigenlijk. Nou. Ja, jawel. Jij had mij bijna doodgeslagen. Ja, maar jij had mij ook bijna hier naar beneden geduwd. Dus we staan weer even. Oh, okay. Die beesten spannen nog steeds. Hoe dan? Huh? Oké, okay, laten we hierboven... Oeh, maar dit is groot. Ja, er zijn hier echt nog wel meer plekken. Ik ga nog even... Ik ga gewoon even het goud hakken. Leggen we daar de prioriteit? Ja. Dan kunnen we in ieder geval die tempel in. Want wie weet zitten er ook... Ja, weet ik veel. Mensen in die tempel of zo. Of items of... En misschien weet die kaart. Ja, die kaart heeft ook niet echt iets verteld. Nee. Oh, hier is er nog één. Okay, oh, spant ook weer een beest achter mij. Oeh, shit. Oké, okay, nice. Ik ben alleen nog wel bang voor traps en zo. Ja, dat is echt wel naar. Maar hebben die piraten dat hier neergezet of zo? Ja, waarschijnlijk. Dat ik ben het niet geweest. Nee, ja, dat zeg jij nu wel. Maar ik weet ook nog met de kerst survival. Dat opeens was het ook een heel ander verhaal aan het einde. Dus oeh, hier is een diamond. Het zou mij niets verbazen. Als jij het opeens allemaal hebt gedaan. Ik heb het zweer je bij deze? Want toen had ik het niet gevraagd. Heb jij dit niet gedaan? Ik heb het niet gedaan. Oké, dan vertrouw ik je. Of ben jij hier al eens eerder geweest? Ja, ik kom hier ook weekend. Het is hartstikke gezellig, joh. Lekker bij de lava een beetje chillen. Samen met Hachoo! Lekker de zonsondergang bekijken. Zo, ik heb denk ik op zich wel genoeg. Ja, ik heb 38 gold. Oh, nice. Hier beneden is nog wel... Diamond, maar ik kan niet hakken, want ik heb alleen maar een houten pickaxe. Houten pickaxe, dan hak ik het wel eventjes. Oké. Okay. Zo. Oeh. Juicy. Hupsakee, komt u maar mee. Nice. Very nice. Oké, okay, cool. Dan kunnen we denk ik naar boven, want we hebben de sleutel en we hebben dus het goud. Dan moeten we het alleen nog even naar ingots doen. Dat is het enige. Alright. You up for it? Let's go. Let's go to, naar boven eigenlijk. Waar was dat ook alweer? Wacht, ik neem wat van die... Oh jee, ik hoor weer dingen. Mee. Oh my, waarom zit hier een cave spider? Oh, ik ben wel blij dat we wat diamonds hebben gevonden, want dan kunnen we in ieder geval even wat gear maken. Inderdaad. Oh, mijn pickaxe. Oh, weer een beetje. Oh shit. Oké, okay, ik pak hem. Zo, hij is dood. Oh, hier nog één. Oeps. Laten die resources achter? Nee, hè?
Ik denk het niet. Hier is ook nog wat. Er zit ook nog een chest. Willen we die pakken? Hoe komt het dat die beesten nog spawnen? Ik snap het niet. Ik ook niet. Maar misschien zijn het gewoon cavebeestjes die uit de muur komen of zo. Ik denk het. Oké, let op voor tripwires, babe. Ik ben veel te onhandig voor dat soort dingen. Ik zie geen tripwire. Ik ook niet. Oeh! Wat zit erin? Kom kijken. TNT? Wat ging je hier doen? I don't know. Okay. Laat het meenemen. Misschien komt het nog te pas. Ja. Ik ben wel benieuwd naar TNT. Oh jee. Oh, dat klinkt niet goed. Wat heb je gedaan? Ik liet per ongeluk de minecart vallen. Ja. Maakt niet uit. Die moet wel mee. Oké, laten we gaan. Ja, laten we gewoon deze mine. We onthouden deze mine. Dat we eventueel later kunnen nog je iron en zo uithalen. Maar ik denk dat we eerst zo snel mogelijk naar die tempel moeten. Want Xiu zei ook zo van, yo, schiet op. Ja, laten we gaan. Ga naar de guard. Voordat de piraten er misschien zijn. Precies. Wordt het dag of is het juist net nacht? Eén van de twee. Dat weet ik niet. Alright, ik heb de dingen erin gedaan. Ik ga anders nog wel even een extra oven maken. Oké. Doe maar een oventje erbij, hoor. Super. Heb je nog wat kool nodig? Nee, zit erin. Zo. Okay. Alright, en nu moeten we wachten. And now we wait. Waar wil je het huisje maken? Ja, ik heb geen idee. We komen hier net. Ik weet ook niet. Hoe groot is dit eiland? Ik heb geen flauw idee. Ik heb echt geen idee. Ja, ik ben hier net. Ik zag wel daar net water. We kunnen wel even kijken of we aan de overkant. Oh nee, kijk, het is gewoon alleen een rivier. Okay. Er zit aan de overkant zit ook nog spul. Dus ik heb geen idee, want jij hebt alleen dit beginstuk bekeken, toch? Ja, ik ben alleen maar hiervoor geweest. Maar kijk naar die bomen. Die zijn echt huge. Gigantisch. Wauw. Super vet. Ja, dus ik weet het niet. Ik vind dit wel een mooi plekje zo bij de rivier. Zou je hier een huisje willen bouwen? Een soort van beach house. Beach? Dit wordt ons vakantiehuisje. Ja. Je hebt het nu echt al helemaal voor je. Ik hoor het al. Oké, nou ja, wie weet. Ik ben voornamelijk benieuwd wat we moeten doen nadat we die tempel hebben geopend. Daar ben ik benieuwd naar, wat de guard ons gaat vertellen. Ja, ik ook. Wat misschien weet hij meer over de piraten. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het allemaal meemaken. Eerst even kijken hoe ver ons goud is. Goud, zijn jullie een beetje warm? Ja, ik heb hier 12 ingots. Oh, je hebt een 9. Oh, ik heb een 9. 9 en 12 is 21. We moesten er 34. Uit mijn hoofd? Volgens mij 36. 36 en de sleutel. Ja. De sleutel heb ik. Super. Zullen we intussen iets van diamond maken? Ja, laten we dat doen. Oh ja. Jij hebt al, even kijken, dat setje aan. Ik heb een iron chestplate. Dus wat jij nodig hebt is een broek. Mm-hmm. Ik heb ook een broek nodig. Nou, dan zijn we eigenlijk al door onze diamonds heen. Oh. Misschien had ik beter een diamond pickaxe kunnen maken, breng me nu. Oeh, thank you. Oh, ja, want dat is voor het minen ook wel chill eigenlijk. Ja, precies. Ik heb geen... Wacht, ik moet ook even een pickaxe maken. Dat was iets slimmer geweest, Wouter. Goed bezig, deze survival. Nou. Zo. 29 iron ingots. 30 iron ingots. Het moment... Heb jij nog iets van iron? Ik heb 9 iron, maar die moeten nog wel even in de oven. Oké. Dus nee, dan maak ik even een wooden pickaxe. Wil je niet stone? Ik heb heel veel stone. Als je 1 stone hebt voor mij? 1. Oké, omdat jij het bent. Om te oh snijden. Nee, joh. Oh, ja, ik heb er nu al een ho van gemaakt. Ho! No! Ho! Ho, ho, no! Alright, hoeveel zitten we? 35 en hupsakee, 37. Oké. Yes. Eerst het doel is gehaald. Ik haal even het ding hier uit. Dan zet ik hier het goud in en hier doe ik dan ondertussen de iron in. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ook. Laten we naar de tempel gaan. We hebben gewoon nu al onze eerste quest gedaan. De eerste aflevering meteen. Bang, bang, bang. Questjes gedaan, jongen. Oh, ik moet nog mijn diamond legging aan. Oh, wow. Girl, looking good. Looking good. Alright, meneer de guard. Hey, onze vriend zit er nog. Oh ja, oh, die moeten we wel meenemen, dat is wel leuk. Ja, ik weet alleen dus nog steeds niet wat ze ook weer aten.
Misschien kunnen mensen het in de comments achterlaten. Vast wel. Laat even weten, jongens. Wij zijn benieuwd wat papegaaien ook weer eten. Ik denk dus zaad of koekjes. Eén van de twee. Koekjes zou op zich wel logisch zijn. Ja, lekker cacao. Ja. Alright, meneer. Ik heb voor u de sleutel. En ik heb voor u... Oh, hij heeft meteen het goud gepakt. Oké. Okay. Oh, geweldig. Het is jullie toch gelukt. Stiekem had ik dit niet gedacht. Ik heb jullie vorige kerstvakantie gekeken. En daar is Miesje aardig vaak doodgegaan. Oh, jezus. Ach, ik ben heel erg blij dat het jullie gelukt is. Bedankt voor de items. Ik open nu de poort voor jullie. Dan had hij ook wel gewoon... Je had ook gewoon normaal de poort open kunnen doen, man. Wat zei jullie nou? Stiekem had ik dit niet gedacht. Ik had jullie vorige kerstsurvival bekeken. En daar is Miesje aardig vaak dood gegaan. Nou, topper. Dat is in ieder geval een fan. Dat is wel cool. Oh, jongens. Nou, wij gaan de tempel in. En we gaan daar morgen zien wat er in zit. Overmorgen. Sorry. Overmorgen. Aflevering nummer 2. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Zorg dat je eens abonneert. En zorg even dat dat belletje aanstaat. Want dan krijg jij alle notificaties van mijn nieuwe video's. Zoals ik al zei, support deze serie. Geef het liefde. Kijk elke keer lekker de video. Kijk hem helemaal uit. Laat een comment achter en een duimpje omhoog. En dan gaan wij lekker lang deze serie voor jullie knallen. Want op dit eiland is er nog heel erg veel om te gaan ontdekken. En natuurlijk heel veel deaths van Maisha die jullie allemaal gaan zien in deze serie. Super erg bedankt voor het kijken en wij zien jullie overmorgen weer.